Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een gloednieuwe Lego Ninjago Movie videogame aflevering. Vandaag ga ik mijn eerste dojo spelen, dus dit is de Slithering Catacombs, dus laten we dit maar doen. Play dojo, of course. Dus ik weet niet of ik hier veel video's zal van maken, want dat is eigenlijk, dojo's zijn eigenlijk soort van battles tegen Ninjago enemies. En je kan al zien welke enemy dat dit is. Ja, je kan het wel zien, ik bedoel, het is een slang. We spelen ook als Sensei Wu of Master Wu en Kai. Dus, oké. En het moerassige ding plaats iets. Warn Kai, you're not alone. I don't see anything. What? Snake, oh nee. Oké, dus wave 1. We moeten 12 mannetjes slaan. Of 12 slangen. En dan natuurlijk, als je daarnet niet wist wie de enemy was, dat was Pythor. En ja, Pythor is van seizoen 2. Ja, seizoen 2 van Ninjago. Seizoen 1. Denk alle 2, denk ik een beetje. Want. Seizoen 1 hing. Nee, de pilots hing over de skeletten. Seizoen 1 hing over de slangen. En ook een beetje seizoen 2. En op het einde van seizoen 2 was dan ook nog die Stone Warriors. Dat dankzij de Great Devourer zijn bloed of zoiets, of zijn zweet, weet ik veel. Tot leven kwamen. Dus ja. En dat kwam allemaal door. Dankzij de slangen natuurlijk. De Great Devourer is. De grote slang. Oké. Okay. Deze. Oké, nog 3 enemies te gaan. En ik heb ook al redelijk veel gedaan in het spel. Hoe laten we hierop kruipen? Ik heb redelijk veel gedaan in het spel. Ik heb al een paar locaties. Maar 100% gedaan, zoals Ninjago City en Ninjago City Docks. Oeh, Pythor. Oeh, nee, het is nog een wave 3. Oké, okay, dit is de laatste wave waarschijnlijk. Oké, okay, deze kunnen wij Skyward Dragon doen. Hopla. Deze heeft een axe. Nee. Eerst deze dingen een beetje kapot maken. De bedoeling is ook dat je een soort van highscore bereikt. En ik denk dat we nu al over de highscore zijn. En ja, je moet de highscore verslaan vooraleer dat je alle 3 de mannetjes krijgt. Zoals je in het begin ook kon zien. En hopla. Oeh, 73 combo. Nice. Dat wel ze Sensei Wu spelen of Master Wu. Dit is de laatste dat we moeten verslaan. En. Woeps. Woeps. Hopla. Daar hebben we Pythor. Ja. Yeah. Ook nog zijn witte versie. Van de. In de. In het tweede seizoen was die paars en in het vierde seizoen was die liquid ofzo. Hoe komt dat alweer? Hij was verkleurd. Maar, en hij is ook nog klein geworden, dus hij was like mini. Ik ben vergeten dat hij zo wit is geworden. Maar ja, ik weet het niet meer. Het was denk ik dankzij de Great Devourer. Ik denk dat de Great Devourer hem heeft opgegeten of zoiets. Oeh, nice. Oké. Okay. Oh nee. Oké, hebben we invincibility aan.
En ik heb ook nog de muntenmaal 2. Ik zal het snel tonen. Het is de Master of Summoning en ook nog de Master of Fortune. Is super handig. Dus een van die twee is eigenlijk dat je munten, een muntenmagneet. En de andere is de muntenmaal 2. Dus dat is handig. En hopla. Defeated. Oké, you won of you win. Cool. Ik heb een trofee Master of Serpents. Oké, ja, ja. En ik bedoel, deels het verhaal over Ninjago gaat over slangen. Seizoen 2 en 3 was met seizoen 1 en 2 was met slangen. Seizoen 7 ook. Met de Valerians of zoiets. Doodje compleet. Dus ja, ik bedoel, als je aan Ninjago denkt, denk je waarschijnlijk aan slangen, want slangen is nogal een groot deel in de Ninjago geschiedenis. Doodje compleet, nieuw high score. Oké. En we hebben Pythor, oké, de boss dat we net hebben gebattled. Oké. Wie hebben we nog? Oh, we hebben Scales, oké. Tof. En wie hebben we nog? We hebben, Scalidor of zo, Scalador. Dat is, er zijn 5 slangenstammen in Jago. Eén dat ondergrond leeft, één met hun soort van ogen die kunnen draaien of zoiets. En je hypnotiseert of zo. Is er ook nog een groene slang en een rode slang. Dus ja. Oké, return to Ninjago. Yes. Jongens en meisjes, hopelijk heb je genoten van deze kleine video. Laten we eerst wachten tot deze loading screen voorbij is. Oké. Het laatste scherm is gedaan. En hopla. Jongens en meisjes, hopelijk heb je genoten van deze kleine video. En vergeet zeker niet te liken, te abonneren, hier beneden en klik op het belletje. Dat je nooit een video mist of vergeet. En dan zie ik hem later. Een dikke, vette Ninjago. Doei.